Dit zijn Eva, Mike, Jasmijn, Fouad en Joep. Ze zitten bij elkaar in de klas. Ze gaan alle vijf anders om met geld. Eva geeft heel makkelijk geld uit. Mike denkt eerst goed na voordat hij iets koopt. Jasmijn weet precies wat ze wil en kan goed sparen. Fouad deelt alles graag met zijn vrienden. En Joep, die denkt soms heel goed na over geld en soms helemaal niet. In deze les ontdek je van alles over slim omgaan met geld. Deze les gaat over kiezen. Een held met geld kan goed omgaan met geld. Dat betekent dat je slimme keuzes met geld maakt. Op veel plekken kun je dingen kopen. In de winkel, op internet, op de markt, maar bijvoorbeeld ook in de kantine van de sportclub. Geld kun je maar één keer uitgeven. Dus hoe maak je nou een goede keuze? Stel jezelf de volgende vraag. Vraag 1. Heb je zelf geld? Wil je sparen of het geld uitgeven? Als je geld uitgeeft, waaraan dan? Vraag 2. Heb je iets nodig? Of kun je ook wel zonder? Vraag 3. Wat vind je belangrijk? Wil je vaak iets kleins kopen of spaar je liever voor iets groots? Vraag 4. Wil je het echt hebben of word je verleid door reclame? Vraag 5. Wie kan je helpen met kiezen? Je ouders of iemand anders? In deze les ontdek je hoe je deze vragen kunt beantwoorden. Zo word jij een held met je geld.